De afgelopen dagen viel er op sommige plaatsen heel veel regen in onze omgeving. Maar de komende dagen krijgen we zonnig zomerweer. Of dat een blijventje is, gaan we maar eens even bekijken aan de hand van de weerkaarten voor de komende 30 dagen. En ik begin vandaag met een weerkaart die de luchtdrukafwijking laat zien voor de periode van 19 tot 26 juli. Volgende werkweek dus. En we zien dan dat er een afwijking van de luchtdruk in de plus wordt voorzien ten noorden van onze omgeving. Hoge drukgebieden. Weten zich dus ergens in dit deel van Europa op te houden. Geen lage drukgebieden meer. Die lage drukgebieden vinden we enigszins terug. Bijvoorbeeld op de oceaan richting Spanje-Portugal. Het lijkt ook wat wisselvalliger te worden op de Balkan. De buien die in onze omgeving en Centraal-Europa vielen, schuiven dus wat door naar het zuidoosten. Vooral op de Balkan kan plaatselijk fel onweer voorkomen de komende dagen. De vakantiebestemmingen nabij de Adriatische Zee en ook de Griekse eilanden zullen grotendeels dan wel ontspringen. En in onze omgeving is het dus ook duidelijk veel droger. Net als in Scandinavië, waar de zomer tot op heden sowieso droog, zonnig en erg warm is verlopen. Geen buien dus in onze omgeving, maar de temperaturen zijn nou ook weer niet extreem hoog. Sterker nog, bij de buien in het zuidoosten van Europa zien we duidelijk lagere temperaturen. Maar ook in onze omgeving is de temperatuur eerder aan de wat magere kant. En dat komt er deels door omdat we aan het begin van de week met een noordenwind. Aanvoer hebben vanaf het relatief koude water van de Noordzee. Dat drukt de temperatuur. De nachten kunnen wel eens fris verlopen, landinwaarts een graadje of 10. Aan het einde van de week zien we dan weer de temperatuur wat oplopen. Iets wat we ook duidelijk in de staafdiagrammetjes wat betreft zomerse en tropische hitte terugzien... Alhoewel, in de tropische hitte zien we het niet terug, want de kansen op 30 graden of meer in Midden-Nederland zijn bijzonder klein de komende twee weken. Maar dit weekend krijgen we in ieder geval temperaturen die misschien richting de 25 graden gaan. Sowieso in het diepe binnenland lukt dat wel. Dan volgende paar dagen waarbij het toch weer wat koeler wordt. De kans op 25 graden is helemaal verkeken. En dan aan het einde van de volgende week, dan neemt die kans toch weer toe. Krijgen we misschien toch wel weer een paar warme dagen. Maar ook dat is tijdelijk. Daarna zien we die daling toch weer duidelijk terugkomen. En wat betreft de neerslagkansen. Ja, komende week is het gewoon helemaal droog, of zo goed als droog. Er valt slechts een hele lokale bui. Maar daar komt aan het einde van de werkweek. voorzichtig wat verandering in. En vooral volgend weekend. Ja, dan zien we toch wel weer buien geleidelijk aan ook onze kant op schuiven. En dat lijkt dan in die tweede week eigenlijk nog wel even aan te houden. Want er verandert dan wat op de weerkaarten. Het hoge drukgebied ten noorden van onze omgeving dat verplaatst zich. Hoge druk zien we vooral terug op de Oceaan, wat meer richting de plek waar het hoort, de Azoren. En er is ook hoge druk invloed in het uiterste oosten van Europa. En daartussen ingeklemd, jawel, een lage drukafwijking, moet ik zeggen, in onze omgeving. Lage drukgebieden hebben de neiging om zich te nestelen in onze omgeving, een beetje vastkomen te liggen tussen die beide hoge drukgebieden. Dat lijkt een beetje op de situatie die we deze week hebben gehad. Met een stilliggend laag drukgebied, met daaromheen tollend allerlei buiengebieden. En deze week, de week van 26 juli tot 2 augustus, lijkt dan ook in grote delen van onze omgeving duidelijk natter te gaan verlopen. Ik zal niet zeggen dat we weer hele heftige buien krijgen. Maar het lijkt toch wel weer een wat wisselvalligere week te worden. Met plaatselijk felle zomerse onweersbuien. Ja, en als we dan verder vooruit kijken, dan, kun, dan kan ik wel alle weerkaarten erbij halen. Maar wat we vooral. Zien is dat de temperaturen aan de magere kant zijn. In ieder geval van hitte is absoluut geen sprake. Ook niet later in augustus. We zien zelfs eerder nog een hele lichte afwijking in de min. Ik denk overigens dat dat vooral komt doordat met bewolking en af en toe buien... de maximumtemperatuur wat gedrukt wordt. Want de nachten zullen niet heel erg koud zijn. En als we dan verder kijken, dan zien we dat er qua neerslag niet echt hele duidelijke signalen zijn. En ook niet wat luchtdruk betreft. Ja, gooien we dat dan allemaal op een hoop, dan lijkt hitte voorlopig uit te blijven. Een enkele warme dag zit er echt wel tussen. En soms komt het tot buien, met name in deze week... Al lijkt het ook daarna met zomerse buien soms even flink los te gaan. Lokaal weliswaar. Dus stabiel zomerweer zit er voorlopig niet in. Tot de volgende keer.